Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Waarlijk, helpen mij God almachtig. Hartelijk gefeliciteerd. Een beetje serieuze commissaris, leden van de gemeenteraad, college, collega's, Edwin, Anna, Jan, pap, mam, Fons, Lisbeth, Jan, Jo, Ingrid, Twan, ome Martin, tante Anja, Jan, Betsy, Harry, Anneke, Dirk, Miranda, oud-burgemeester Hubert Vos en Els. En natuurlijk niet te vergeten de mensen die ook online meekijken. En in het bijzonder onze gemeentesecretaris die vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. Wat fijn dat jullie er allemaal bij zijn vandaag. Op 20 oktober maakte de vertrouwenscommissie bekend dat ze mij kozen als nieuwe burgemeester van Asten. Een heel bijzonder moment wat ons leven op dat moment helemaal op zijn kop zette. Ik wil de leden van de vertrouwenscommissie nogmaals danken voor het in mij getoonde vertrouwen. Ook wil ik de commissaris van de Koning en de voormalige commissaris van de Koning bedanken voor de tijd die zij genomen hebben om mijn sollicitatie en motivatie te checken en te beoordelen. Zonder het vertrouwen van deze mensen zou ik de Koning niet kunnen bedanken die op 4 december 2020 mijn voordracht heeft omgezet in de benoeming. Dank daarvoor. Beste leden van de gemeenteraad, mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek heb ik in 1998 gezet. Ik was 20. En voor mijn studie moest ik studiepunten halen door iets te gaan doen wat betrekking had op mijn opleiding. En ik werd actief, ik wist niet meer hoe het heette, maar ik heb het opgezocht en het was zelfs nog te vinden op het internet. Dat heette de klankbordgroep Jeugdparticipatie Gemert-Bakel. Het viel de lokale CDA-afdeling op dat ik daar actief werd. En mij werd gevraagd om me bij hen aan te sluiten. En om een lang verhaal kort te maken, binnen een half jaar zat ik op eigen kracht op mijn 21ste in de gemeenteraad van Gemert-Bakel. En vanaf het begin heb ik me voor de volle 100% gegeven. Of het nu was als raadslid, fractievoorzitter of provinciaal statenlid. En ik heb ook altijd het vertrouwen van de inwoners gekregen. En daar ben ik tot op de dag van vandaag enorm trots op. En vanaf 2014 mocht ik mezelf dagelijks inzetten voor de gemeenschap als wethouder. Een besluit waarvan ik tot op de dag van vandaag geen enkel spijt heb. Dienstbaar zijn, er zijn voor de mensen, besluiten nemen, daadkrachtig zijn, verantwoordelijkheid nemen en dat ook uitleggen.
En dat alles voor de gemeente waar ik geboren en getogen ben. En toen kwam er een moment waarop ik dacht, zou burgemeester iets voor mij zijn? In maart vorig jaar had ik natuurlijk vernomen dat burgemeester Vos met pensioen zou gaan. En ik kende Asten vanwege de vele samenwerkingen die er in de Peel en in de metropoolregio Eindhoven zijn. En natuurlijk vanwege de klokken. Edwin en ik hebben toen samen gekeken of ik zou solliciteren naar de functie van burgemeester in Asten. Want zo'n besluit, zoals vanavond ook al vaker aan de orde is gekomen, neem je niet alleen. En samen kwamen wij tot de conclusie dat de gemeente Asten een plek was waar wij met ons gezin ons zouden kunnen thuisvoelen. Waar mensen nog maar naar elkaar omkijken. Waar de betrokkenheid bij de samenleving groot is en alles aanwezig is wat je nodig hebt. Een heel hoog voorzieningenniveau, zoals een veelzijdig winkelaanbod, een middelbare school en een eigen binnenzwembad. Je kunt hier in Asten oud worden. En er is zelfs een snelweg. Daar kan Geemert Bakel jaloers op zijn. En een gemeente met drie eigen actieve dorpskernen. Heusden, Ommel, Asten. Met eigen gewoontes en een bloeiend verenigingsleven. Een gemeente die klaar is voor de toekomst. En in juli vorig jaar schreef ik vol overtuiging de sollicitatiebrief naar de koning. En nu staan we hier. Beste leden van de raad, mijn installatie is op 20 januari helaas niet doorgegaan. En tot op de dag van vandaag hebben we ons nog te houden aan de maatregelen met betrekking tot corona. Maar kom op, nog even volhouden met z'n allen. Het einde is nu echt in zicht. En ik ben toch heel blij dat de mensen die dicht bij mij staan er vandaag bij kunnen zijn, ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt. Want ik had natuurlijk veel liever net een flinke knuffel aan mijn broer gegeven, als dat we op 1,5 meter afstand het mooie cadeau hebben moeten overhandigen. Edwin, Anna en Jan, we gaan samen een nieuw avontuur aan in Asten. We hebben er zin in, maar natuurlijk zal het ook wel even wennen zijn. In Geemert hebben wij ons hele leven thuis gevoeld. Maar ik weet zeker dat wij ons in Asten ook thuis gaan voelen. Pap en mam, 22 kilometer is best te doen, hè, met de elektrische fiets. En zoals net Marjel ook al zei, ons pap is altijd een trouwe bezoeker van de gemeenteraadsvergadering in Geemert Bakel. Zelfs toen ik ook niet meer in de gemeenteraad in Geemert Bakel zat, maar ook toen ik zelfs provinciaal statenlid was. Pap, het is maar 22 kilometer met de fiets, dus ik zie jou graag hier verschijnen bij de gemeenteraad. En dat je net zo'nzelfde band krijgt met de bode als dat je die in Geemert Bakel hebt gehad. En ik weet zeker dat Jan bij jou ook een kopje koffie kon brengen. Mijn broertje Fons en schoonzus Liesbeth, waarvoor we speciaal rekening hebben gehouden voor het tijdstip. Want ja, beste mensen, heel veel mensen zullen het niet meer weten, maar de koeien moeten natuurlijk ook vandaag gewoon gemolken worden. Ook fijn dat mijn peetoom en peetante erbij zijn vanavond. Bij mijn installatie als wethouder waren jullie er ook bij. Ik hoop wel dat we morgen allemaal wat vrolijker wakker worden als toen. U weet dat niet, maar bij mijn installatie in 2014 werden we de ochtend na mijn installatie gebeld dat mijn oma op de gezegende leeftijd van 92 s'nachts was overleden, nadat zij ook bij mijn installatie aanwezig was. Mijn schoonouders en schoonzus Ingrid en zwager Twan. De koffie staat ook in Asten klaar. En waarschijnlijk ook wel de grasmaaier, Jan. In de politiek maak je niet zo snel vrienden. En dat hoeft ook niet. Je bent in de politiek gegaan met een bepaald doel. En daar ga je voor. Maar soms ontmoet je mensen die je wel vriend kunt noemen. En die er ook op zo'n moment bij horen. Miranda, Harry en Jan, fijn dat jullie er nu ook bij kunnen zijn. En fijn dat ook Hubert Vos aanwezig is, want het is toch degene die mijn voorganger is geweest. En heel veel zaken die in Asten tot stand zijn gekomen, ook mede door Hubert Vos tot stand zijn gekomen. Hubert, dank je wel. Beste Ina, ook nog even een speciaal woord richting jou. Want zoals Ina al heeft verteld, hebben wij een verleden met elkaar. Als burgemeester van Veghel was je ook aanwezig bij mijn installatie als wethouder in Geemert Bakel. Ik was daar enorm trots op en dan zie je wat een burgemeester kan betekenen. Ik vind het dan ook geweldig dat jij nu in je functie als commissaris van de Koning mij mocht installeren als burgemeester. Ook weer een bijzonder moment. Dank daarvoor. Beste leden van de Raad, al 5 maanden ben ik er trots op uw burgemeester te zijn. Helaas heb ik nog niemand een hand kunnen geven in Asten. Dat konden we ons toch 1,5 jaar geleden niet voorstellen. En een handdruk, heb ik geleerd, is altijd een goede eerste indruk. Geen zacht handje geven, heb ik altijd geleerd. Die eerste indrukken heb ik nu vooral digitaal gedaan.
Maar ik kan zeggen dat deze digitale kennismaking al ongelooflijk warm was. En ik kijk dan ook echt uit naar de daadwerkelijke kennismaking met de gemeente Asten. Asten, een gemeente die het vanavond ook al meerdere keren aan bod gekomen, dus ook heel belangrijk is, de toekomst heeft vastgelegd in de toekomstagenda Asten 2030. En ik mag hier als burgemeester het boegbeeld van zijn. Ik hoop samen met u te werken aan de realisatie van de verschillende doelen. Door in gesprek te gaan, door hard te werken, door zaken aan te pakken en door gewoon samen de schouders eronder te zetten. Want in de korte tijd heb ik al echt mogen zien dat de mentaliteit van samen de schouders eronder zetten hier ook echt geldt. De burgemeester is onderdeel van een gemeenschap. En ik wil dan ook een plezierige, benaderbare burgemeester zijn. Maar de gemeenschap mag ook verwachten dat ik daadkrachtig optreed als dit nodig is. Ik wil mijn functie als burgemeester op een eigen tijdse wijze invullen. Waarbij ik het belangrijk vind dat inwoners betrokken blijven en zich ook blijven herkennen in het gemeentebestuur. Morgen ga ik gewoon weer verder met het werk wat ik op 21 januari begonnen ben. Vol overgave blijven we samenwerken aan de toekomst van Asten. Zodat we met z'n allen vol trots kunnen blijven zeggen, het is Asten wat de klok slaat. Dank u wel en hierbij sluit ik de vergadering.